wat ik gemaakt heb is in de afgelopen 2-3 uur. Dit. Het begon met een experimentje om te kijken of je in een soort piepschuim dingetjes kon smelten. En dan dat er dus dat filament achterblijft. Dus dat is een beetje dit experiment geweest. Daarna kwam de vraag van iemand van kun je er ook kettingen mee maken met deze mooie witte dingetjes? En dit is een probeersel om verschillende manieren om die dingetjes aan elkaar te maken. En uiteindelijk, ja, dan is dit was de mooiste methode, dus daar heb ik een kettingje van gemaakt. Het volgende experiment was uit een gokspel, zo'n steentje. En het begon met een simpele... een soort hangertje maken van alleen het blauwe en later heb ik hem ingekleurd. En het laatste experiment was ringetjes maken, ook weer om een ketting van te maken, zodat je de ringetjes aan elkaar maakt. Deze is vast en deze kun je zo als een soort sleutelhanger aan elkaar draaien. Wat heb je daarvoor techniek gebruikt om dat voor elkaar te krijgen? Ik heb ze gemaakt door te beginnen met een rondje. En op het moment dat het rondje bijna helemaal af is, er een papiertje ondertussen te schuiven, zodat de volgende lagen niet aan elkaar komen en dat papiertje steeds mee te bewegen. Zodat je dus echt scheiding krijgt tussen die verschillende lagen.